Hoi hoi, ik ben in Kopenhagen. Kopenheuzen is hier. Oh, mijn moeder is aan het praten met de chauffeur. Kopenheun zeggen ze hier. En eigenlijk denk ik het Koophaven ben ik achter. Wij gaan nou naar het Koninklijk Paleis. Ik heb heel die reis zeg maar niet gefilmd, want ik had er weinig zin in, moet ik zeggen. En ik had ook een soort van vakantie. Of ja, een soort van, ik heb ook vakantie. Dus en dan wil ik als even een klein beetje afstand nemen. Maar we gaan naar het Koninklijk Paleis en dat vind ik wel heel leuk om toch te filmen. Daar is een souvenir shopje. Alleen hij lijkt niet echt open, maar ik vind gewoon heel de entourage van de stad gewoon heel erg mooi. En ik wil daar ook zeker naar de haventje. En bij Hans Christian Andersen op de knie op het beeld. Ja, dat wil ik ook op ja, de knie. Ja, als moeder ook hè. Oh, die fontein ken ik van Basje naar de Riaan. Daar kwam hij ook in voor. Hier hebben ze ook bij Basje naar de Riaan gefilmd. Ja, erg hè, dat ik het daar allemaal gewoon van ken. Maar daarachter schijnt opera te zijn en dit is het paleis. Dat is koningin Margaretha volgens ons man. Woont. Zoveel weet ik eigenlijk niet van Denemarken. Ik wil eigenlijk heel weinig basiskennis over, weet je. Van Duitsland en Frankrijk weet ik er nog best wel wat, maar van Denemarken niet. En eigenlijk had ik daar allemaal wel een beetje willen weten voor ik hier naartoe ging. Maar misschien vanavond nog een beetje dingen opzoeken. Kijk, deze twee zijn 12 in een doos of 13 in een dozijn, want die kom je ook overal tegen. Die twee hier in een blauwe jas. Nee, dames en heren, we zijn niet in Londen, we zijn gewoon in Kopenhagen. Kopenhagen, zit die? Kopenhagen was het, ja. Kopenhagen. En ook hier heb je van die stijve wachters, leuk. Ik ga straks meer uitleggen, eventjes kijken, ja? Het is eigenlijk een grote podcast, maar wel leuk. Ik vind het wel een leuke podcast. Nou, in Engeland is het keihard. Ja. Dat zie je nog wel. Ja, precies. Nou, dat zal nou ook wel meevallen, want nou is het natuurlijk geen hoogseizoen, maar ja, Londen is altijd druk trouwens. Zit er nog knappe deunen bij, of niet? Vast wel. Allemaal hetzelfde gezicht, hè? Ja, dat is waar. Stoem. Je lacht als je dan zo tegen elkaar zet. Nee, dat is wel wat voor jou. Wat? Hey, daar komt de auto met de koningin aan. Hier woont Joachim, die is de broer van de kroonprins, dus een soort van Alexia of Adriana. En die zou thuis kunnen zijn dat de vlag uithangt, maar de rest van de hangt geen vlag, dus dan zijn ze waarschijnlijk niet thuis. Eigenlijk net als in Engeland. Hè. Om het kwartiertje mogen ze lopen. Nou, leuk. Het zou mijn werk niet zijn. Die mensen werken. Hebben een dienst van 12 uur en dan 2 uur dienst en dan 4 uur pauze. Nou, ik zou wel echt even gaan slapen in die 4 uur, maar het is een bijzondere baan. Het zijn dienstplichtigen. Dus ja, als wij ook vroeger de dienstplicht hadden, zijn dit ook jongens die dat doen en daar kun je voor kiezen. Net wel even een leuk verhaal gehoord. Wij kennen natuurlijk allemaal Bluetooth. En dat schijnt te zijn. Ik probeer zo min mogelijk van mijn medereisgenoten in beeld te brengen, omdat ik niet weet of ze dat willen. En dat schijnt dus te komen van meneer Blauwtand. Dat was blijkbaar een viking hier. En die heeft gezegd, hè, de vikingen hebben natuurlijk heel veel geplunderd. En dat ze ja, eigenlijk van, ja jongens, als we met z'n allen christen worden en we gaan gewoon handelen in plaats van plunderen, dan maken we vrienden. En daardoor is Bluetooth, komt dus daar vandaan, van die naam van, hè, van verbinding, Bluetooth verbindt. En meneer Blauwtand wilde dat ook. Ik vind het wel een heel interessant verhaal, ik heb het ook nooit geweten. Dus zo leren we toch nog wat hier. Hè. Nou ja, ik leer sowieso wel veel, want ik vind het ook wel heel interessant allemaal, monarchie en zo. Dus ik vind het allemaal heel leerzaam. Ik vind het hier allemaal ook zo leuk, zo allemaal die staan trouwens bij een fontein, dus je denkt wel op een plasgeluid. Ik moet op een plas in ieder geval. Ook gewoon al die natuurdingetjes tussendoor, die parkjes en zo, dat doet me ook een beetje aan Washington denken. Washington heeft dat ook, vind ik. Het water loopt dwars door het beeld. Maar moet je kijken hoe mooi het hier is. Oh ja, het heet hier Amaliehaven.
En hier versta ik geen kont van. Hoewel, het is wel... Je kan er nog wel iets uithalen als je het goed zou willen lezen. Iets over honden en over fietsen, cycling en over publieke, weet ik veel wat, en toiletten. Dus dit zijn gewoon de regels. Dus je kan er nog wel iets uithalen. Het is heel mistig, maar dat is de opera. Ik dacht dat die koepel daarachter, dat de opera was, waarbij mijn vinger, maar dat is niet zo. Dat is de opera. En we kijken mooie jachtjes hier liggen. Zie je, ze is al zin zomaar. Kijk wat mooie jachtjes, die wil ik wel eentje. Ik neem er een mee naar huis, denk ik, in mijn reis en mijn handbagage. Dit is het nieuwe plein, wat niet nieuw is, maar het wordt wel genoemd. Het is ook echt zoals ik me Kopenhagen voorstel. Nou ja, eigenlijk net het haventje, maar daar komen we dadelijk nog. En we gaan ook naar de kleine zeemermin natuurlijk. Dat vind ik heel leuk. Want dat is natuurlijk wel een beetje het ding van Kopenhagen, toch? Waar je voor komt. Kijk, dit is hoe ik mij Kopenhagen voorstel. Dit is het, waar Basje en Adriaan. Ja, dat is maar echt mijn enige referentiekader waar ik weet van, daar zijn ze, dat is op video vastgelegd. Of daar is een video over Kopenhagen van gemaakt. En dat is echt hoe ik het me voorstel. Kijk, dan is zo leuk dat sfeertje hier. Echt zoals ik me een voorstelling maak. Ik weet dat ik het net ook al heb gefilmd, maar ik vind het leuk. Hier is het haventje met de kleine zeemermin, die is daarachter, daar gaan we naartoe. En dat is een engel voor alle gesneuvelde zeelui, werd ons verteld. En we hebben besloten net dat we toch wel morgen naar Malmö gaan. Want je kan dus ook naar Malmö, want dan, ja, dan zien we niet genoeg van Kopenhagen. Maar we hebben nu alle hoogtepunten van Kopenhagen, die hebben we natuurlijk al gezien door de bus. En natuurlijk willen we ook nog wat andere dingetjes doen, maar ja, het is... Ja. Ik vind het toch ook wel heel leuk, stiekem. Daar hebben we de kleine zeemermin. Het is een heel klein kutbeeldje. Sorry voor het woord. Het is niet groot, maar het is wel leuk toch om een keer te zien. Hiervoor kom je toch wel een beetje naar Kopenhagen. Je ziet het niet heel goed, maar dit is Tivoli. Het is het park en dat ligt echt midden in de stad. Het is nou dicht, omdat het winterseizoen is, maar in het zomerseizoen is het open. Je ziet het niet heel goed, misschien ook daar nog, maar het is het oudste pretpark van Denemarken. Ik geloof dat 1832 of zo, dus ook gewoon überhaupt een heel oud pretpark. Dat is wel heel leuk. Ja, ik zou willen dat ik het beter kon laten zien, maar misschien dadelijk. Naar het beeld van Hans Christian Andersen, daar moeten we natuurlijk eventjes naartoe. En daar kon je ook op de knie gaan zitten, dus dat is wel heel erg leuk stiekem. Dat gaan we gewoon doen. Oh, daar is nog een stukje Tivoli, pretpark, het oude pretpark wat ik net vertelde, straks. Dit is het stadhuis van Kopenhagen. En daar mogen we in. En dat gaan we even doen, want dat vinden we lachen. Kijk, en dat soort dingen, Burger King, KFC, het zit er ook echt letterlijk overal. Het is ook een mooi gebouw. Het is een, ik denk van oorsprong een kerk, maar nu ziet het eruit als een hotel. Of ziet het eruit als een hotel. Het is de trouwzaal. We zijn nu in het stadhuis en daar hebben we de bruid. Ik vind het leuk. Ik hou van liefde. En trouwen is natuurlijk een uiting van die liefde. Maar dit is de... ja, het stadhuis van Insight, lijkt net als je in een kerk bent of zo, en dan zal daar binnen de trouwzaal zijn. Kijk, en daar staat de koningin op dat balkon niet. Nee, dat zal ze niet zijn. Flauw grapje. Oh, twee bruiden, want dat is weer een ander, of niet? Of is dat een gast? Geen idee. Volgens mij zijn het twee bruiden, denk ik. Ik even in die zaal zelf op kijken. Dit zijn de hallen. Ik vind deze taaltje ook zo leuk. Ik vind het echt sowieso een leuk land. Alles is heel schoon en heel netjes. En goed, ja, het is wel heel links in de zin van dat het de overheid echt heel... dit is de bruidshallen. Zou dat hier zijn dan? Ja, dat het allemaal gewoon heel netjes onderhouden is. En, maar ook, wat was ik nou aan het vertellen? Nee, heel links was ik aan het vertellen dat... de regering echt heel goed voor de mensen zorgt. En dan kun je natuurlijk over van mening verschillen of dat goed is of of je dat wilt. Want mensen betalen hier een hoge belasting, maar ze krijgen er ook wel heel veel voor terug. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien eigenlijk. Hoog afstand.
Heerlijk toch, een taaltje. Bij ons de coronaregels zijn hier ook minder streng geworden. Kijk, er een mooie tier is, vind je echt heel leuk. Zijn minder streng geworden. Dit is bij ons eigenlijk. Zo ziet het dan van bovenuit. Oeh, ik moet echt niet. Ik krijg helemaal zweethanden. Ook het idee dat iemand hier op die reling gaat zitten. Daar krijg ik echt helemaal zweetjatjes van. Die zitten ook gewoon binnen. Ik weet niet of ik mag filmen. Ook gewoon ambtenaren gewoon te werken. Echt super grappig om te zien. De treinen we even weg, want ze komen helemaal naar buiten. Ik weet niet of ze zo blij zijn dat ik het film. We hebben toch gekozen voor lekker een broodje kebab. En dan gaan we even lekker op een bankje op zitten eten, dat we even naar de voetje mogen kunnen. Want de broodje kebab is toch eigenlijk lekkerder dan uitgebreid eten, want dat vind ik een beetje zonde van de tijd. Daar zat een matas, dus een soort van ja, Müller-achtig iets en een normal zag ik in dat straatje. Daar wil ik denk ook even kijken, want daar kom ik voor. Nee, dat is niet waar, maar daar wil ik wel even kijken. Dat is een Deense drogist. Kijk, de grote man met het kleine hartje zit hier de duiven te voeren. Dat is toch een schat, die vader van mij. Heel lief zijn we elkaar. Ik wou zeggen, het ruikt in een kermis, maar dat kan ook wel kloppen. Wij lopen nou naar jullie toe, neem ik aan. We gaan nou naar een rondvaartboot. Okay, ja, dat weet ik niet. Allemaal leuke dingen. En waar vertrekken dan de rondvaart? Niet van daar af. Een gezellig pleintje met gezellige muziekjes. En de duurdere merk ook. En een fonteintje. Het is hier wel heel gezellig, vind ik. Oh, de Fridays. Zo lekker om daar te eten. Zo lekker. We staan te wachten op een rondvaartbootje. Want we willen een rondvaart gaan doen. Daar heb ik ook wel zin in, moet ik zeggen. Ja, nou bij. Ja, mijn dames en heren, vi er i området, der hedder Nyhavn, og kanalen af Nyhavn blev udgravet for mere end 350 år siden. Det blev gjort for... Det er nogle boutjes ook gewoon zijn. Een heldere sfeer. Het is ook echt een hele schone, mooie stad. Alles klopt ook. Het is allemaal heel goed onderhouden. Ik vind het echt heel bijzonder. Er is nog geen één gebouw. Dat ik teken ben komen dat ik denk van oh, maar dat is auto vervallen of zo. Het is echt heel bijzonder. Het is ook gewoon een rijke heel paar planten. Rond om hjørnet på venstreside. Nå, Anders, på højre side kommer den københavnske opera, bygget færdig i 2005, tegnet af arkitekt Henning Larsen. Operaen var en gave fra A.P. Møller-fonden. Lekker weer, hè? Der var filmen kijk på. Hvem var A.P. Møller? Han hed... Sådan en mooi kerkje. Echt een gouden. Hvis man ikke er hurtig nok, så får man billedet af træet. Det er faktisk Københavns mest fotograferede træ, så smukt kan det her træ her. Ja, der blev ikke op terugkomen. Ladies and gentlemen, if you are too slow with the camera, you might miss the... Het zijn wel prijzige appartementjes. Nog een restantje van Tivoli meepikken. Het is wel heel sfeervol, denk ik. Als het open was, had ik er misschien toch wel graag een dagje heen gewild. Maar ik moet het ook echt zo filmen. Helemaal doodmoe. Mijn make-up zit eigenlijk nog aardig. En ik heb gewoon geen conditie meer nadat ik in november corona heb gehad. We gaan nu om 6:30 terug naar het hotel. Het is nu 6:00 of zo. We gaan even een half uurtje hier zitten en dan gaan we terug naar het hotel. En dan gaan we gewoon chillen. Het Nederlands Elftal speelt vanavond. Wil ik eigenlijk vanavond wel zien. En lekker wat drinken en zo. En gewoon een beetje chillen met de voetjes omhoog. Hallo. In de keer bij ons zit ook vrijwilligerswerk voor... We zijn net, zet maar op de grond alsjeblieft, lieve vader, dankjewel. We zijn net in de stad een bordje tegengekomen met daycare for husbands. Ik vind het echt hartstikke leuk. Ik krijg een vuist richting mijn gezicht. Nou ben ik weer helemaal afgeleid door jou. Ha. Ik zit aan een pizzabroodje, dat is echt super grappig. Dus dat koffiebroodje, maar dan met pizza troep erin, zeg maar. Hartstikke lekker is die. Ik zei net al dat ik vind dat mijn make-up nog verbazend goed zit. Ik vind alleen dat mijn blush en bronzer er een beetje af is. En het is toch een, de highlighter is nog wel zichtbaar, maar toch een vrij duur palette. Dit is trouwens een heel lekker broodje. Oh, dat had ik al gezegd trouwens. Ik ga lekker chillen. Ik wil dadelijk eigenlijk nog even douchen. Hey, Jorritsma stapt op. Wie? Burgemeester Jorritsma. En die gaat niet voor een termijn, september volgend jaar. Anyway, ik ga lekker douchen dadelijk en dan nog even tv kijken of filmpje kijken op mijn tablet. Je zag mijn tablet helemaal niet, maar die ligt op mijn buik. Toppie! Mijn tabletten zijn trouwens uitgewerkt, dus ik ben mega chaotisch. Nee, staat niet bij, waarom? Morgen gaan we naar Malmö. Gaan we toch doen en dan ga ik weer verder vloggen. Gaan
niet. Goedemorgen, we gaan richting Malmö. Vandaag is Sweden. Heel veel zin in. Ik ga er ook een beetje vloggen en een beetje hoogtepunten en zo met jullie meenemen. Vind ik wel heel erg leuk. Ik ga wel even mijn camera opladen om te kijken. Ideaal. Dan zitten daar een oplaadpunt. Dat is wel heel modern. Nou, nog wifi aan boord. Dan ben ik helemaal blij. Maar het is eigenlijk een oplaadkabel. Is eigenlijk al luxe genoeg, toch? Nou, dit bootje heb ik zijn beste tijd gehad. Het is een beetje gezonken. Zij vroeger als kind had gezinkt. Die staat onder water. Onder. Ja, heel erg in de verte ligt Malmö. Heel erg in de verte. Maar dus, ik weet niet of de camera het oppikt omdat het echt wel heel ver is. Maar daar gaan we naartoe dadelijk. Dat is echt de grap van het jaar. Mijn moeder vroeg, heb je nog apenkoppen bij? Ik zeg, ja, ik heb er twee. Doel ik mijn ouders mee. Maar ik heb ze bij, want ze zijn lekker. Ja, we rijden nu Zweden binnen. Het is niet te zien, maar we zijn net over de grens. Op de brug. Met de vlag van Skåne, want ze hebben een eigen stadje van Malmö. Alles is zo goed onderhouden en zo mooi. Het is een Zweedse kleur, rood is een Deense kleur. Ja, omdat de mensen hier willen zeggen, ja, we zijn nu Zweeds, maar we waren veel langer Deens. Nou, en vandaag wonen ze bij Zweden, in Skåne, ze spreken Zweeds. Heel de industrialisatie, ook hier links, die wijk met bungalows, is een typisch Zweeds verhaal. Klinkt dan ook mooi, maar de infrastructuur, die is in... Ja hoor, en natuurlijk kwamen we de Sephora tegen. Natuurlijk had ik mijn camera niet bij me en natuurlijk hadden we minder dan 5 minuten shoptijd, want we waren hier alleen even om naar de wc te gaan. Ik heb iets gekocht wat ik al heel graag heel lang wilde hebben, want heel Beautyland prijst de hemel in Olaplex Intense Moisture Mask. Dit moet geweldig zijn en je zou hier geen keratinebehandeling meer nodig bij hebben, dus ik ga het eens proberen. En ik heb een beetje een hard hoofd en dat het echt even goed werkt, maar ik ben benieuwd, ik ga het proberen. Langs allemaal potjes en villa kakel. Zo mooi hier. En u hebt daar alles klopt hier, alles is schoon, alles is zo mooi hier. En daar zit dan Lincoln bij, 1 miljoen euro gekocht, voor 1 miljoen euro verbouwd. Het hek laten verhogen, zodat we niet konden binnenkijken. Kennis weet je van bouwen. En nu woont hij hier niet meer. Dat is jammer. Dat is wel links is de eendenconferentie. Oh jongens, kijk, dit is een imposant gebouw, zo groot, minstens 45 verdiepingen, want de zoon van de gids moet op de 45 verdiepingen, zijn er minstens 54 etages, zo ik net. Ik denk hoe de gids zei, dit zijn studentenflatjes, toch niet slecht, echt, ik weet dat ik het iedere keer zeg, maar ik vind het een heel mooi land, alles klopt en alles afgewerkt en er ligt weinig vuiligheid, alles lijkt gewoon nieuw, want het is allemaal goed onderhouden. Heel bijzonder. Als ik kijk zo'n Pippi Langkous dorpje, zo oogt het gewoon. Zoals het echt in die serie ook is. Heel leuk. De verkeersborden zijn hier trouwens geel. Omdat het in een gedeelte van Zweden eigenlijk de hele winter door sneeuw is. En dan zijn die borden vallen niet op. Dus daarom is in heel Zweden de achtergrond van de borden geel. Vind ik wel handig bedacht. Zou ook niet bij na hebben gedacht. Het gaat er allemaal vanuit de bus. Maar dit is een mooi handig. Maar Malmö Huis is nu een museum. Oh, het is een museum. Leuk, dat kijk ik. Je zit op een mega luxe terrasje bij een Chinees tentje. Maar ach ja, weet je, het is lekker en het gaat lekker zijn. En het is gewoon een gezellig pleintje. En we gaan dadelijk toch nog even naar die ene winkel waar ik net aan het filmen was. Want dan wil ik nog wel even voor mijn shoptrip van Kopenhagen en Malmö. En als man wilde nog even naar de Normal, naar de drogist. Want daar wilden ze nog wasbare wattenschijf, want ik heb het toch aangestoken. Ja, tot... lang. Nee, ik bedoel dat jij ze niet wist dat ze daar te koop waren. Ja. Daarmee heb ik aangestoken, dat bedoel ik. Dus, en daar is een H&M, maar daar ga ik niet naar binnen, want we willen ook nog naar een kerk. Ik zit even tegen het licht in, zo is het beter denk ik. Weet ik niet. En we gaan eigenlijk nog even, ik zal even mijn zonnebril afzetten, want dat vind ik wel persoonlijk, kan ik jullie in de poortjes van de ogen kijken. We gaan daar nog even naar een kerk, de Sint-Pieter heet dat ding? Ja, Sint-Peters. Sint-Petrus. Volgens mij zijn alle kerken in iedere stad hetzelfde. Maar goed, als ze dat graag willen, doen we dat. En als mam wilde ook nog heel graag naar de Bieb. Afgaat. Snap ik ook niet, want alle boeken zijn in Zweeds. En mijn Zweeds is niet zo goed, maar als mam spreekt het ook vloeiend Zweeds. Zweeds, ja. Dus dan is dat een voordeel. Nee, ja, het is geven en nemen. En ik vind die kerk vind ik ook wel heel leuk.
En de buurvrouw heeft een gast aan tafel. Hallo, die even de rest opsnoepen. Daar is de bibliotheek waar ons mama daar naartoe wil. En hier is gewoon een heel mooi watertje. We zijn net heel akelig over een begraafplaats gelopen midden in de stad. En dat is ook gewoon een openbare weg door het begraafplaats heen. Een beetje bizar vind ik. Maar het is gewoon allemaal heel mooi hier. En ja, dat heb ik al 100 keer gezegd. Maar ik ben echt een beetje verliefd op Zweden. Op Scandinavië überhaupt geworden. Fantastisch, boeken in een taal die we niet begrijpen. CD's waar we niks mee kunnen. Okay. Mijn man vindt het helemaal leuk. Ja, is goed. Mijn man vindt het helemaal leuk. Oh, dat is bij ons wel ongeveer hetzelfde, onze taal. Ik zoek nog Engelse boekjes. Zou het Zlatan Ibrahimovic zijn? Ja, yes, dat is hij. Oh, dat is Engels. Tenminste, dit ene boek. Oh nee, meerdere sportboeken. Zo'n piep als deze zou ik ook wel in Nederland willen hebben met Nederlandstalige boeken. Met fanboeken, als je me weet. Volgt, weet je dat. Maar ik moet wel kunnen begrijpen waar dat staat. Ze hebben hier zelfs Nederlandstalige kinderboeken. Ik heb net even in... ik dacht dat het een eindje was. In Hanna Corbin zitten lezen. En ik hoop, ik zeg dat we zo gaan. Ik vind het een verspilling van de tijd. Maar goed, als man vindt dit leuk. Dus... daar moeten we ook aan denken. Een kikker. Dit soort dingen vind ik dus leuk. Ieder zijn vakgebied. Het is een hele oude apotheek uit de jaren 30. Het lijkt alleen of hij niet open is. En dan zou ik het wel heel leuk vinden om een beetje in te kunnen. Maar het kan goed zijn dat hij al dicht is. Ik denk dat hij dicht is. Ja, jammer. Had ik zo leuk gevonden. Ziet er allemaal zo heel ouderwets uit. Zo'n oude vloer. Ik weet niet of het de originele vloer is, maar... jammer, de warmer. We zijn nu in die Petruskerk. Ja, het doet me een beetje aan de Rodolfus in de Onschuld denken. De basilica. Ja, snap je bedoel, kom hierin. Dus dat dit doet. Dan moet je overheen klimmen. Ja, dat dacht ik. Dat is zo'n oude prinkstoel. Ja, weet je, ik heb het al vaker in vlogs gezegd. Ik hou niet van deze goud en wilde. Ik geloof niet dat dat... het goud van God is. Maar goed, weet je, er zijn een meningen verdeeld. En iedereen moet zijn geloof pleiten op de manier hoe hij of zij dat wil. Hij of zij dat wil. Ja, ik heb er niks mee zo. Maar ik vind het wel leuk om hier een keer rond te lopen. Want het is hier weer zo mooi afgewerkt. Zo netjes allemaal. Dus, ik vind het wel een mooie keer, ik daar niet van, maar... we gaan nu weer richting de bad. Het is rond 4:30. En nog even bij de Kiks geweest en daar wilde ik... ik filmde het logo van de Kiks en toen keek die bewakingsman me al zo lelijk aan. En die heeft me echt constant in de gaten lopen houden. Dus ik durfde daar verder niet te filmen. In die kerk daarachter zijn we net in geweest. En ja, het was gewoon heel gezellig. En nou ja, als het leuk is dan komt er ook weer snel een einde aan. Dus we gaan nu weer richting Houten. Dus... en ook het centraal station van Malmö gewoon erg mooi. Daar ook een combinatie van iets moderner en iets bijgehouden. En daar echt een heel mooi oud gebouw. Ik love that. Het laatste stukje Zweden, want we rijden nu terug naar Denemarken. En morgenochtend om 5:00, ja u hoort goed, 5:00 rijden we terug naar Nederland. Dan hebben we rond 8:00 de boot en dan zijn we... over 12:00 zeg maar gaan we vertrekken, daar komt het op neer. En dan pakken we morgen rond 8:00 de boot, zijn we rond 9:30, 10:00 weer in Duitsland. En dan binnen een tijdje ook weer snel in Nederland. Ik vind het ook gewoon een heel mooi uitzicht trouwens. Kijk dan. Gewoon, en dat, ik moet zeggen dat het ook scheelt dat het zonnetje schijnt. De gebouwen zijn mooi. Ik ben echt een beetje verliefd op Scandinavië geworden. Zweden en Denemarken. Ik ben er echt verliefd op. En de mensen ook heel aardig. Ja. Als ik ooit nog eens zou moeten vluchten en zeg nooit. Je weet het gewoon niet. We hopen het natuurlijk van niet. Dan weet ik al waar ik naartoe zou moeten vluchten. Om daar ook gewoon keihard te werken en de taal te leren en zo. Maar ja... hallo kidoki. Ik hoor hem geen lokidoki zeggen, want het is helemaal niet het begin van de vlog. Het is het einde van deze vlog. Het waren twee hele leuke dagen. Ik heb echt volop genoten. Ik ben een beetje aan het glimmen.
dat, ondanks dat ik vrij goede make-up op heb, maar ik moet zeggen, mijn skincare afgelopen dagen is ook niet optimaal geweest. Want ik doe bijvoorbeeld 's morgens alleen een serum. En omdat ik ook gewoon niet alles bij me heb in mijn vakantietas. Dus dan moet de volgende vakantie even anders. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik heb echt genoten. Ik heb een beetje de hoogtepunten laten zien van de zwaaien naar de mensen. De hoogtepunten laten zien van Kopenhagen en Malmö. En het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik wil echt nog een keer terug naar Scandinavië. I fell in love. Kan er niks aan doen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Duimpje omhoog en laat een reactie achter. Vergeet me trouwens ook niet te volgen op Instagram. X vrouwkje losse make-up. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei!